vrienden, sponsors, welkom op deze bijzondere dag op blauw-zwart. We staan op kunstgras, een grote wens die wij eigenlijk al heel lang hebben. Kunstgras, een grote wens voor vele verenigingen die dat niet hebben. Wij zijn daar heel lang mee bezig geweest. Daarom zijn wij als bestuur van Blauw Zwart ontzettend gelukkig, echt gelukkig, dat wij hier vandaag twee kunstgrasvelden gaan openen. Dat ging niet zomaar. Maar ik denk wel dat wij de gemeente Wassenaar, burgemeester, wethouders en de raad moeten bedanken voor toch ieder zijn inspanning om dit te realiseren. Ik stond net met de wethouder en die zei ook, dit is één, ze zijn niet de beste investering van de gemeente, maar wel een investering waar heel veel mensen plezier van hebben. En dat is zo. Ik ben daarom ook heel dankbaar dat er twee wethouders uit de hele groep van de gemeente zich keihard hebben gemaakt. Niet omdat ze voetballen, maar gewoon omdat ze vonden dat wij het nodig hadden als blauw-zwart twee kunstgrasvelden. Ik wil graag twee wethouders naar voren halen die hier heel veel energie in gestopt hebben. Inge en Sabine, als jullie ook een beetje op dit kunstgras, dit voelt zo lekker. Ja, ik slaap er al op en ik heb het thuis op in de keuken en die meneer Floor van Althea, die zegt, joh, alles wat over is mag je meenemen. Dus we hebben haast de hele kamer nu groen. Ja, dus het voelt lekker, hè? Ja, ja. Ja, bijzonder dat wij in onze gemeente niet alleen bij blauw-zwart kunstgras hebben gekregen. Want wij hebben dat ook bij de Kievieten en bij SV Wassenaar. Ook beide clubs zijn hier vandaag aanwezig. Samen voor iedereen. Ik kan zeggen dat onze gemeente met deze stap niet alleen natuurlijk zo'n bestuur wat ik net zeg blij gemaakt, maar ook heel veel kinderen. Als je zag wat er gisteren was hier op deze velden, wat er vandaag is op deze velden en wat er nog gaat komen op deze velden, dan denk ik dat wij gewoon ook als gemeente, maar ook als club ontzettend trots mogen zijn. En wij hebben ook gezegd als blauw-zwart, wij gaan dat niet alleen gebruiken. Wij laten dat ook door anderen. De scholen die hier sporten en die nu komen dat ze zeggen van hé, dit is veel beter als gras. Dat is ook zo. En dat was ook de wens die wij heel lang hebben gehad. Nou, en die paar centen die het gekost heeft, waar hebben we het nog over? Dat is voor mij. Dat is voor mij. We hebben iets bijzonders gedaan om jullie te laten herinneren wat kunstgras is. En daarom bieden we toch een bloemetje aan in de vorm van een klein kunstgrasveld. Ik hoop dat je op de fiets bent en door het dorp gaat fietsen en dat je zegt ik ben bij blauw-zwart geweest. Maar wij willen toch namens blauw-zwart jullie bedanken voor de grote inspanning die dit gerealiseerd heeft. Sabine, dank je. Alsjeblieft. Dank je wel. Kijk eens, Inge. Ja, nee, dit kende, en de kat die kan eraan krabben, want het is een heel goed spul. Oh, nou gaat het goed. Hij gaat nog meer. Oh, dat gaat goed.
en dan een tasje met geld erbij. Dat is lekker. Dat is lekker. Er was toch nog iets over, zeker? Genoeg geweest. Oké. Nee, misschien is er wat over. Wij hebben overal wel een doel voor. Ja. Nou, dankjewel André. Kijk, het is voor ons een enorm project geweest. Hadden we niet gerealiseerd. We zijn wel enorm trots dat het gelukt is. Met medewerking van alle besturen en alle mensen en ook van de gemeenteraad. Die dat zomaar in één klap zoveel geld ter beschikking stelde aan de sport. Ik heb net begrepen dat we 900 uur meer sport alleen al op deze club. Nou, dat is niet in geld uit te drukken, denk ik. Een beetje ter stimulatie van het trainen hebben wij een heel klein aandenken meegenomen voor de club. Ik weet niet of er een trainer in de buurt is hier. Ja, ja. Hebben wij een goede trainer hier? Mag ik iets? Ja. Ja. Nou. Als je niet voor de wet aan het hebben, ben je niet... Alsjeblieft. Nou, we hebben namens de gemeente was een klein aandenken voor jullie om goed te kunnen trainen ook. In de jeugd en met de volwassenen. Want iedereen moet sporten en niet alleen de jeugd. Ook alle wat oudere mensen, en dan bedoel ik 18 plus mee. Ja. Moeten blijven sporten, dus vandaar deze aandenken. Je mag het even uitpakken. Oh, kijk eens aan. Altijd nuttig. Je kunt er niet genoeg van hebben. Ja, die komen ook altijd tekort, ja. Ja, daar staat onze naam op. Dus dan... Kijk eens. Zou je hem even uittrekken? Hesjes. Kijk, ik moet even kisten. Ja, nee. Oh, kijk eens aan. Alsjeblieft. Dan kunnen jullie nog een beetje denken dat wij iets bijgedragen hebben aan dit kunstgras. En nogmaals, wij blijven elkaar ontmoeten, want we zijn nog niet klaar natuurlijk. Maar goed, jullie kennen nu het adres in ons bankrekening, dus het gaat allemaal helemaal goed komen. Kijk eens even. Zal ik hem meenemen? Helemaal goed, dankjewel. Wij hebben dat toch met heel veel flair gedaan. En wie? Dat zijn drie mensen die ik ook graag naar voren wil hebben. Willem Topper. René van der Holst. En John Charité. Het gras is groener bij de anderen. Hoe was het nou? Dus zonder sponsors en huisbaas en vrijwilligers kan je niet. Die heb je gewoon keihard nodig. Alle ondernemers die hier staan, die kunnen voor heel weinig geld een mooi bordje met hun bedrijf op de hekken krijgen. En daar leeft onze club van, want dat hebben we gewoon keihard nodig. Je kan niet continu de contributie blijven verhogen. Dus wij moeten dat ook echt met sponsors doen. Nog een aantal vrijwilligers die gezorgd hebben dat het erbij legt zoals het nu is. En die wil ik echt allemaal even naar voren hebben. Dat zijn de terreinboys. Waar zijn die? Ja, de anderen krijgen straks eventjes. Die zijn eruit. Graag mensen voor dit team. Groot applaus. Top. Maar ik wil gewoon iedereen bedanken die... gewerkt heb aan dit geweldige complex wat straks de wethouders gaan openen. En we gaan aftellen vanaf 10 en dan gaat hij 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Wij zijn met
met TV Midsvliet vandaag te gast bij Blauw Zwart in Wassenaar. En Blauw Zwart heeft 2 kunstgrasvelden toegewezen gekregen van de gemeente, waar ze ontzettend blij mee zijn. En als opening van deze kunstgrasvelden is er een wedstrijd geweest tussen ADO meisjes 1, dames 1, vrouwen 1 en van Blauw Zwart B1 van de heren. Kun je je even voorstellen? Ja, ik ben Helene Heemskerk. Ik ben aanvoerder bij de ADO Den Haag vrouwen. Ik ben Xander Vredenbrecht en ik ben aanvoerder bij Blauw Zwart B1. Waar ik natuurlijk ontzettend benieuwd naar ben, is hoe speelde dit grasveld? Ja, goed. Het was een goed veld. Dus mooi dat zo'n vereniging dat erbij heeft. Ja, ik ben er ook heel blij mee. Het voetbalt goed. Ik ben het niet gewend dat we het hier hebben, maar ik ben er heel blij mee dat het hier ligt. Echt. Ik heb wel eens gehoord dat je van die kunstgrasvelden, als je een sliding maakt, dat je daar enorme brandwonden van kan krijgen. Is dat hier ook bij? Nee, tegenwoordig zijn de kunstgrasvelden zo goed dat dat eigenlijk niet meer ter sprake komt. Niet meer ter sprake. Hoe was de uitslag van de wedstrijd? Ja, 3-0 voor ons, verrassend genoeg. En ja. 3-0 nog wel? Oh, ik heb er maar 1 gezien. Oh ja, het is uiteindelijk toch, in de eerste helft stonden we 1-0 voor. En in de tweede helft is het uiteindelijk nog 3-0 geworden. Nou, ik vond dat de dames ook ontzettend goed speelden hoor. Dus complimenten. En jullie hebben het heel goed gedaan. Ik wil jullie ontzettend bedanken voor jullie medewerking. En veel succes in de toekomst. Oké, dankjewel.